Het geluk is eigenlijk dat de jaren 50 nu weer heel erg in is. Dus het is juist heel actueel om klassieke silhouetten te gebruiken. Dus naar Dior of nu met de nieuwe ontwerpen die couture show ziet, is precies jaren 50. We've got jets and sharks. And I would like to the dancers to relate, like the costumes are relating to that period, that the dancers also relate that kind of period. So there will be elements of, perhaps for the jets, rock and roll, or twist, if you think about 60s. For the sharks, there will be elements of Latin. Perhaps for everybody, ballroom. But I also asked the honey not to shy away from introducing urban kind of contemporary elements. A secret desire would be that you were looking at West Side Story and think all the time, ah, that's the root of hip-hop. That would be beautiful. Er moeten twee groepen zijn, daar gaat het eigenlijk over, die met elkaar strijden. Dus die los van het concertgebouw en los van de bezoeker die in een rode stoel zit, daar moet je het los van krijgen. Dus daarom heb ik voor twee andere kleuren gekozen. Ik heb dit deel de sharks, de paars- en blauwachtige tinten. En in de groene en gele tinten zitten de jets. Juist door die kostuums moet het gewoon duidelijk zijn wie hoort waarbij. En in het verhaal zal natuurlijk laten zien dat de grenzen van de groep niet helemaal heilig zijn. Niet het zijkant aan de achterkant. ROC Mondriaan in Den Haag. Die heeft een perfect leerplan gemaakt. Zodat ook alle elementen in zitten die ze normaal in dit blok zouden leren, hebben ze allemaal toegepast, ook in mijn kostuums. Dus het is een waanzinnige samenwerking. En met deze schetsen gaan dus de leerlingen aan de slag. Want nu worden de maten opgenomen. En nu worden direct daarna de proefmodellen gemaakt. Dus het kan nu hele grote stappen worden er nu gemaakt. Ik vind de jaren 50, zeg maar, de tijd waar West Side Story echt in speelt, dat vind ik echt een hele leuke tijd. Vol mooie kleren. Van de dames en vooral van de heren. Ik ben echt benieuwd ook hoe de mensen van het theater het gaan doen. Want toen we daar voor het eerst naar hun stemmen gingen luisteren, kreeg ik echt kriebels. Dus ik dacht, ik wil wel de eindresultaat zien. Heb je voorpand goed? Nou, doe je daar, dan doe je extra centimeters voor de rest. Het is juist mooi om het hele geheel uiteindelijk te zien worden. Ik bedoel, je begint op een papiertje en uiteindelijk wordt het een enorme jurk. En dat is zo. Ja, goed gevoel dat het ook echt gewoon perfect passend is. Eerst ineens in opera te horen, want ja, ik heb wel de film een stukje gekeken en zo, en dan is het echt van ja, meer popmuziek en nu was het ineens opera en het was wel heel apart, maar het is heel mooi. Ik ben nooit zo zenuwachtig voor als ik een podium oploop, maar dit was wel even, toen liep ik op en ik dacht, oh, wat zit ze dichtbij? Dat is wel echt, ik schrok er wel even van, ik ben echt nooit zo nerveus, maar nu was het wel echt even. Maar ja, het was leuk om te doen. Het was een hele goede ervaring, denk ik. Vooral omdat het toch een kleine versie van de grote zaal is. Het was een heel leuk publiek ook. Maar het grappige was dat ik vond dat ze heel geëmotioneerd waren ook bij sommige stukken. Dat ik dacht van, oh, mooi dat wij dat ook al teweeg kunnen brengen. En dat de muziek dat ook dus ook doet. You know, very emotional, you know, concert with, you know, the great singing from all the actresses and pianists as well. Very impressive. Ik vond het fantastisch. Ontzettende mooie stem. Ik vond het geweldig om hier te staan. Goed voorproefje. Een enorm leuk publiek. Ik merkte dat ik wel mijn rust al iets meer kon vinden. Maar ik moet er wel echt nog aan werken dat ik het vertrouwen bij mezelf ga kweken. Dat ik het gewoon kan en dat, dat de techniek gewoon zit. Zij was 17, 16, 17 in de musical. Zij is zo jong. Dus de belevingswereld van die innerlijke onrust van het leven gaat beginnen.
dat is zo van nature aanwezig in de mensen van deze leeftijd. Alleen vraagt het van de zangeressen, allebei die Maria spelen, een enorme volwassenheid in het beheersen van techniek. Ja, je kiest mensen en je weet niet wat ze gaan doen, maar ze doen het fantastisch. Dus dat is, ja, dat is prachtig, dat is kippenvel. Singing is about communication from the heart. That's why it's so emotional, singing, because it comes straight from this and from this and from the whole instrument. You know, the whole person is speaking to you. Also, as an audience member, you can just be listening to a piece of music and it hits you like a concrete block. Bah!